is. Ja, maar ik ken een verhaal dat. Iemand vertelde me ooit dat. Ja, daar gaan we. En dat is een traditie, de Foss story. De friend of a friend story. En die speelt in een paranormale verschijnsel een hele grote rol. Iedereen kent wel een huis waar een heel groot probleem is geweest, omdat het met glaasjes heeft gedraaid en de ramen zijn eruit gevlogen. Alleen het huis zelf, dat niet. Ja. Ja. Je zei ook al eerder van dat wij hier in het Westen denken dat boeddhisme geen religie is. De kern is de meditatie. Maar dat zien ze dus... Ja, in Azië heel anders. In Azië heel anders. Ja. Hoe werkt dat? Ja. Het heeft te maken met wat wij ons bij religie voorstellen. Als de term religie valt, dan denken mensen heel snel aan dingen die niet mogen. He, allerlei restricties. Ze denken aan strenge leefregels. Spijswetten. Nou ja, God, de islam natuurlijk tegenwoordig, die dan altijd in een heel kwaad daglicht staat. Fundamentalistische christenen, Jehovah's, incestverhalen. Weet je, de religie is meteen iets negatiefs. Bij spiritualiteit gaan de mondhoeken omhoog. Dan zie je mensen glimlachen. Zij dat spiritualiteit weer een beetje op zijn retour is. Lichaamsgericht werk neemt het nu over. Maar boeddhisme werd niet als religie beschouwd. Maar dan vallen termen als filosofie of levenswijze. En dat had ermee te maken dat in het boeddhisme God niet centraal stond en staat. En dat is waar. Ja. Het goddelijke staat niet centraal. Dat wil niet zeggen... Ik heb wel de claim gehoord dat er geen God is binnen het boeddhisme. Ja, het zit er juist helemaal vol mee. Okay. Het is ook vol. Alleen, we zijn er heel selectief in het Westen mee omgegaan. Goden doen niet mee. We hebben al die goden eruit gelaten. Dus wij zeggen dat het boeddhisme atheïstisch is. Terwijl als je in Azië komt, zit chockvol goden. Als ik met mijn toeristen in een boeddhistische tempel sta, dan komen een heleboel goden tegen. Ook op de markt waar ze de beelden verkopen staan heel veel godsbeelden. En dan zeggen de mensen in mijn groep, ja, maar ze geloven toch niet in God? Dit is toch inconsequent? Dan gaan wij witneuzen weer uitmaken wat die mensen moeten doen. Als op de markt staan in India. Ja, in Thailand bijvoorbeeld, waar heel veel hindoe-goden altijd meedoen in de tempels. Dat mag dan niet, want ze zijn boeddhist en dus mag God niet meedoen. Dat maken die mensen zelf van uit. Dan ben je dus heel erg oordelen vanuit een soort norm die wij hier bedacht hebben, beoordelen bij andere volkeren. Ik ben in Sri Lanka een keer een monnik tegengekomen, die sprak goed Engels, die zei een beetje vermoeid, waarom vraag je het altijd of boeddhisme een religion is? Dan zeg ik, ja, dat komt omdat we al die verschillende woorden hebben. Religion of spirituality is tegenwoordig een kwalificatie. Dat vinden we mooier dan religie. Spiritualiteit vinden we een mooie term, filosofie vinden we een mooie term, maar religie, ja, dan moet je weer dingen geloven. En zegt men heel vaak, bij boeddhisme hoef je niks te geloven, want je ervaart het. Maar dan gaan we alweer, dat is alweer een hele lastige kwestie dit. Maar deze monnik zei tegen mij, ik word er zo moe van, waarom mogen de andere vier, hindoeïsme, christendom, jodendom, islam, wel een religie zijn? En mogen wij alleen maar een filosofie zijn, of een way of life, of... ja, spirituality. We willen ook een serieuze religie zijn. En het is natuurlijk zo, dat denk ik... Dus waar wij hier zeggen, het is geen religie, omdat we denken, omdat we vinden, dan is het beter. Beter is dat juist daar een disqualificatie. Ja. Als wij vasthouden aan het geloof in 5 wereldreligies, wat we dus in het Westen heel duidelijk doen, dat geloof in 5 wereldreligies, dat er 5 wereldreligies bestaan, is trouwens een product van de koloniale periode. Dat is echt zo, toen men de koloniën, het gedachte van de koloniën, in kaart ging brengen. Toen kwamen de verhalen over 5 wereldreligies. Als je zegt 5 wereldreligies, dan zeg je dus ook dat de oude Amerika's, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika, voor de komst van het christendom geen religie hadden. Nou ja zeg, dat zijn waardeoordelen. Alsof die mensen niks geloofden. Want de wereldreligies, de vijf waar we het altijd over hebben, zaten niet in Afrika. Ja, de islam zat natuurlijk in Noord-Afrika, maar niet... Ja, op Zuid-Sahara een beetje, maar niet helemaal in het diepe zuiden. En Noord- en Zuid-Amerika helemaal niet. Wat voor religie zaten daar dan? Ja, God, de Maya's, de Inca's, Noord-Amerikaanse, de Native Americans. Die allerlei shamanistische rituelen, geloofsvoorstellingen hadden. Dat zou allemaal geen religie zijn. En tegelijk hoor je zeggen, religie is deze mens eigen. Hè, dit type mens eigen. Maar volgens mij ik zou zeggen, die verdeling van 5 religies gaat om de huidige... bestaande 5 religies, de 5 grootste, maar zelfs dan. Hè? Maar dat we dus in die 5 geloven, is in de koloniale tijd ontstaan. Ja. In die tijd. Dus we plukken die erfenis, wat dat betreft. Er zijn zo'n godsdienstwetenschappers die zeggen, we moeten dat gewoon loslaten. Als ik de religies van Azië opnieuw zou mogen indelen, dan zou ik een aparte religie maken van het goddelijk koningschap.
Het goddelijke koningschap. Ja, de koning die als vertegenwoordiging van de bovenwereld, mm-hmm. en vertegenwoordiging van de hoofdgod of iets dergelijks op aarde zijn pendant is. De keizer van China, mm-hmm. die regeert als de poolster. De poolster is het centrum van de nachtelijke hemel. Alle sterren draaien daaromheen. En zelfs de swastika's ontstaan alle waarschijnlijk uit het sterrenbeeld Grote Beer, verbonden aan de poolster in de vier stadia van de nacht. Mm-hmm. Alles draait om de keizer, zoals de sterren draaien om de poolster. Mm-hmm. En de koningen van Cambodja, de koningen van Thailand, dat zijn goden. Op het ogenblik hebben we in Thailand Rama de tiende, Vajiralongkorn. Nou, die heet niet voor niks Rama. Rama is de incarnatie van de hindoe god Vishnu, op aarde verschenen om het boeddhisme te beschermen. Een hindoe god die op aarde verschijnt om het boeddhisme te beschermen. Zo kan ik talloze voorbeelden geven. Dus die verdeling van vijf religies is eigenlijk klopt niet helemaal, want het is gemaakt door mensen die er buiten stonden en eigenlijk niet een goede interne kennis hadden van de verschillende religies. Hun eigen criteria op de religie loslieten. Bijvoorbeeld God, heilige schriften. Mm-hmm. Want van de drie oude religies, Jodendom, Christendom, Islam en die volgorde, kenden we allemaal een oud en een nieuw geschrift. Mm. Van het. Heeft de Koran ook een oud en nieuw geschrift? De Koran en de Hadith. Ja? De Hadith. Dus, het loopt niet helemaal parallel, maar een beetje wel. Hè? Ja, zo heeft het Jodendom de Torah en de Talmud. En het christendom Oude Nieuwe Testament. Uh-huh. En ze hebben allemaal twee van die geschriften. Dus wat deed men in Azië? Men ging bij het hindoeïsme ook dat zoeken. Nou, een oude heb je zo gevonden, de Weda of iets dergelijks. Maar de nieuwe, dat was ingewikkeld. Ja. Het idee was, dat is hoe een religie. Dat horen ze allemaal te hebben. Ja. Dat hebben de drie oude ook, dus moeten zij ook hebben. Ja. Dus wat kreeg je? Ja, de Weda, een nieuwe. Uiteindelijk zei dan maar de Bhagavad Gita. Nu heeft de Bhagavad Gita de naam Nieuwe Testament van het hindoeïsme. Maar dat is zo koloniaal als wat, om het zo te zien. En wordt dat op dit moment nu ook zo vanuit daar ervaren, van binnenuit? Ja. Dus dat die koloniale categorisering in principe Heeft wel vrucht gedragen. Nu is de Bhagavad Gita. Heeft dat negatieve effecten voor de religie of voor de zienswijze? Voor de beeldvorming. En ook voor wat men met teksten doet. En ook, de Bhagavad Gita wordt door heel veel mensen als een hele fraaie tekst zien over de onsterfelijkheid van de ziel en het goddelijke, et cetera. Maar het is ook een tekst die het kastenstelsel in stand houdt. Het kastenstelsel. Dat staat er letterlijk in. Je moet de dharma van jouw positie, van jouw kasten, goed doen. Het is beter om die van je eigen positie slecht te doen dan die van een ander goed. Nou ja, zeg. Bij iedere stand, bij iedere kaste hoort een specifieke dharma. Brahmanen doen de rituelen, ksatria's verdedigen het land, vaishya's zijn handelaren en boeren, shudra's zijn de dienaren. Als je in zo'n club geboren bent, moet je die verplichtingen doen. Ja. En het is beter om die slecht te doen dan die van een ander goed. Dus als een Brahmaan. Je moet je binnen je kast gedragen. Binnen je kasten gedragen. Dus binnen het boeddhisme is het niet. Er is geen gebrek aan hiërarchie, er is juist een heel sterke hiërarchie. Heel sterk hier. Ja, dit is weliswaar hindoeïsme. Sorry, Maar boeddhisten in India deden daar ook aan, hoor. Ja. Dus boeddhisme is niet anti-kastenstelsel. Dat denken mensen heel vaak, maar dat is helemaal niet waar. De Boeddha was tegen kasten binnen zijn monnikengemeenschap. Mm-hmm. Maar niet als het ging om de gewone lekenaanhang. Daar werden de kasten gewoon gehandhaafd. Mm. Maar er is ook een heleboel wishful thinking dat de Boeddha tegen het kastenstelsel was. Nee, dat blijkt nergens uit. Dat is iets wat men heel graag wil en wat de theosofen zeiden dat weer. Ja, mij hebben de theosofen en de naties, die hebben het altijd gedaan, hoor. Dus daar komt het uit voort. En het komt ook voort uit Ambedkar. Ambedkar was een politicus, die zat in de kabinetten van Gandhi. Mm-hmm. Hij was zelf van hele. Dat is niet Gandhi, maar Nehru, want Gandhi was toen al doodgeschoten. Maar hij zat in hele lage kasten, de maagkasten. En hij was bijzonder intelligent, opgepikt door een van zijn leraren, die hoogkasten was. En hij heeft in Amerika gestudeerd, et cetera. Werd een van de ministers in het kabinet Nehru. Hmm. En hij was van lage kaste. Zijn personeel op zijn kantoor, wat van hogere kaste was, gaf hem de documentmappen nooit in handen, maar liet het op de tafel vallen, want de onreinheid werd anders overgedragen. Hmm. Terwijl die man wel de minister was. Nou, deze Ambedkar was ervan overtuigd dat de Boeddha anti-kaste was. En hij is vlak voor zijn dood, heeft hij zich bekeerd tot het boeddhisme. En nu kom je in India nog wel eens boeddhisten tegen. Indiaanse boeddhisten zijn bijna altijd volgelingen van Ambedkar, maar daarmee ook bijna altijd mensen van extreem lage afkomst. Ja.
Dat wel. Dus wat je ziet in principe is dat die theosofen een idee hadden over gelijkwaardigheid en dat soort dingen. En dat projecteerden op het boeddhisme. Ja.